één van de eisen welke men in de tegenwoordige tijd aan iedere instantie die het sociaal-economisch leven met haar activiteit tracht te dienen kan stellen, is deze: dienstbaarheid aan de bevordering in de algemene welvaart zonder overbodige verspilling van energie, van lichaam en geest. Daar vandaan mede deze praktijkschool. En in de hoop dat dit streven, door ons hier vandaag begonnen, tot steeds grotere bloei van onze beweging zal bijdragen, verklaar ik deze praktijkschool voor geopend.